En welkom bij dit webinar over jouw website, of beter gezegd over hoe je van jouw website echt een klantmachine kunt maken. Om je hierbij te helpen hebben we specialisten uitgenodigd op dit gebied en dat zijn de mannen van Honeyball. Welkom mannen, ik wil jullie misschien eventjes voorstellen zodat de kijkers weten wie jullie zijn. Zeer graag, uh, mijn naam is Johan, ik ben uh, zaakvoerder van uh, Honeyball en Honeyball is een uh, creatief full service agency uit uh, Roeselare in België. En ik ben Christophe, medezaakvoeder van Johan. Bedankt trouwens aan LeadInfo voor de uitnodiging. Okay. En als Johan spreekt over full service, dan zit daar uiteraard ook online marketing en lead generation in. En daar gaan we het vandaag heel concreet over hebben. Oké, okay. en wat kunnen de kijkers verwachten in het komende webinar? Wel, wij gaan eigenlijk uh, een aantal heel concrete tips geven hoe ze zelf aan de slag kunnen om eigenlijk meer uh, klanten van hun websitebezoekers te maken. Heel concrete tips rond een aantal thema's en ook alle taken met een bruggetje naar uh, LeadInfo. Oké, okay. klinkt interessant. Ik zou zeggen, laten we beginnen. Goed, nogmaals, welkom iedereen bij het webinar. Tijd dat je website klanten oplevert. Zoals jullie hier kunnen lezen: Het dagmodel en Lead Info in de praktijk. Het dagmodel leg ik straks even beter uit. Ook Lead Info komt uitgebreid aan bod in deze webinar. Zoals gezegd, wij zijn Hannibal. En Hannibal is niet geroemd naar een van deze drie heren. Voor heren die ze herkennen, links zie je Hannibal Lecter. Uit de film The Silence of the Lambs. Maar van Hannibal hebben we wel een stukje DNA overgenomen, zeg maar. Namelijk het meer psychologische en overtuigende van dat karakter zit ook wat in ons eigen Hannibal-DNA. Net als de meneer in het midden, dat is Hannibal van de A-team. Daar hebben we het stukje creativiteit aan ontleend. En dan de rechtse is Hannibal Barkas, de strateg, En strategie, daar draait eigenlijk alles om in online marketing. En zo komen wij tot de eigen merkverhaal voor ons agentschap. En dat zijn net deze drie kenmerken die wij ook altijd in Lead Generation, in ondermarketing marketing, naar voren schuiven voor onze klanten. Dit zijn even wat honeyballers in hun bal, ons team eigenlijk. Maar vandaag gaan we vooral werken rond de vraag, hoe krijgen we meer bezoekers op onze website? En hoe maken we die bezoekers tot klanten? Wat wij als agentschap, als reclamebureau, heel veel op onze boterham krijgen van de vragen is van, hoe krijgen we meer bezoekers? Hoe krijgen we meer conversie? Hoe krijgen we meer mensen die ons contactformulier invullen? Hoe krijgen we meer downloads enzovoort, enzovoort. Uiteraard is dit online marketing in de core. Maar wat dat we heel vaak opmerken, is eigenlijk dat klanten niet klaarstaan met hun online media om eigenlijk die bezoekers echt te gaan converteren. Dus de tweede vraag die daarbij aansluit: is: hoe maken we die bezoekers tot klanten? En waar heeft die vraag nu het meest betrekking op? Eigenlijk gaat dat vooral over jullie website. Want voor veel bedrijven is de website nog altijd de nummer één manier om nieuwe klanten te maken. En zeker als je weet dat 98% van je bezoekers niets nalaat op je website, is er nog een heel, heel groot potentieel. Het zijn net die twee vragen die wij langs de ene kant beantwoorden of proberen te beantwoorden met het dagmodel. Dat is een model dat wij zelf bij Hannibal hebben uitgewerkt. En dat model is eigenlijk een korte, een snelle check-up-analyse van je online middelen. We noemen het dag omdat het zich concentreert rond uh, vier vragen eigenlijk. Ben ik duidelijk? Ben ik aanwezig? Ben ik aantrekkelijk? En ben ik geloofwaardig? Dit heeft vooral duidelijkheid niets te maken met de persoon, maar veel meer uiteraard met je website. Deze analyse clustert een 200, 300tal vragen. Waarmee dat we eigenlijk even een snelle scan doen van die website. En daarmee kunnen we eigenlijk al de impact gaan voorspellen van jouw online marketing als die kans heeft op slaan. Dus we zitten hier als we even dit op een lead -gen funnel bekijken in fase 1. Als we spreken over website bezoekers, gaan we met de dag eigenlijk proberen zo goed mogelijk alles klaar te zetten voor die bezoeker. En dan begint eigenlijk het grote lead-info-verhaal uh, om leads te gaan herkennen. En lead-info zal Johan even kort uh, verduidelijken. Inderdaad. Dus in een tweede fase gaan we dus kijken hoe kunnen we op onze website bezoekers gaan herkennen. En dit doen we aan de hand van, van LeadInfo. Dat is inderdaad een stuk software, dat is eigenlijk een stuk code die we op jullie website gaan plaatsen. En op basis van die code zal LeadInfo bezoekers herkennen. Dus op basis van het IP-adres herkent hij de bezoekers ik klikker, ja doe dit even niet, geen probleem. Dus uh, op basis van de IP-adres gaat hij bezoekers herkennen, gaat hij die koppelen aan databases en zo interessante informatie tevoorschijn in de software tonen. En die informatie zal u helpen om, uh, uw, om uw klant te kunnen converteren. Ik ga even in lead lead-info zelf gaan, kijk als je hier zit, uh, hier kom ik dan terecht als je inlogt in de inbox. Hier kan ik zien bijvoorbeeld welke bedrijven heeft hij vandaag herkend. Je kan zien dat zijn een 25-tal bedrijven, uh, op welke uur, hoeveel pagina's uh, hebben ze bekend, uh, heeft hij herkend. Ik kan ook tags geven, daar kom ik later op terug. En als ik bijvoorbeeld één uh, bepaalde bezoeker toon, dan zie ik welke informatie lead-info allemaal kan uh, verzamelen. Van contactgegevens tot uh, algemene informatie, het aantal medewerkers, uh, in welke branche zit, uh, zit die klant. Ook zowel financiële als juridische informatie. Dan uh, zie ik ook van uh, wie in de firma zit uh, in de directie. Kan ik uh, berichten van op de website uh, gaan bekijken. Ik kan zelf in de software wat opmerkingen rond die klant gaan brengen. En dan het belangrijkste stuk zeg ik de activiteit. Hij kan herkennen, bijvoorbeeld op 8 november heeft deze bezoeker vijf pagina's op onze website bezocht. Ik kan zien van waar komt hij, van Google, organic. Uh, en ik zie ook bijvoorbeeld ook dat hij uh, nog drie maal op onze website geweest is vroeger. Terug kan ik zien welke pagina's, hoe lang, van waar komt hij. Bijvoorbeeld deze is via een Google Ads campagne, het wordt communicatiebureau. Dus allemaal interessante informatie om uh, onze bezoeker te analyseren. Ik kan ook de link leggen naar ons CRM systeem en dan zie ik ook dat... Dus, Lead Info, die contacten van het bedrijf uit LinkedIn en zelfs e-mailadressen van dat van bedrijf verzamelt. Dus super interessante informatie. Ik kan het allemaal zien, ook bijvoorbeeld gisteren of vorige week. Vorige week hebben we, ik denk, een zestigtal bedrijven herkend. Dus, um, kunnen we allemaal zien. Een super interessant dashboard die alles samenvat. Ik kan die informatie ook gaan exporteren, zowel naar Excel als LinkedIn. Uh, ik kan triggers instellen, kom daar later op terug en een superhandige rapportage die ik wekelijks in mijn mailbox krijg van welke bezoekers uh, zitten, uh, zitten op onze website. Goed, dat was heel kort wat uh, lead info kan betekenen op uw website. We gaan even dieper in het dagmodel nu. Yes, um, zoals gezegd, ze het dagmodel draait rond een viertal vragen. En de eerste vraag die we eigenlijk stellen als we jullie website gaan bekijken is, ben ik duidelijk. Enkel en alleen als je website duidelijk is, zal een tool als Lead Info eigenlijk kans hebben op te leggen. En ben ik duidelijk? Dat analyseren we eigenlijk aan de hand van drie criteria. De eerste is de taal op je website. Hoe zeg ik het? He, gebruik ik bijvoorbeeld geen ingewikkelde woorden? Een tweede criterium is de boodschap. Wat zeg ik? Is het duidelijk wat ik mijn doelgroep wil vertellen? Is het duidelijk wat ik wil dat ze doen? En een derde criterium is ontwerp van mijn website. Wat wil ik dat mijn doelgroep doet en maakt mijn ontwerp net dat doel makkelijker of moeilijker? Het zijn die drie criteria die eigenlijk als een soort scanner op je online media gericht worden. Maar in dit geval hebben we het dus enkel over de website, want daar is ook waar je gaat de kracht van die info het meest te zien. Neem we even het eerste criterium taal op je website. Dan denk ik dat je altijd goed in je achterhoofd moet houden dat slechts 28% van jouw webteksten eigenlijk gelezen wordt door je bezoekers. Net ja, daarom is het superbelangrijk dat je eigenlijk je woorden kort en simpel houdt. Headlines, maximum 8 woorden, zinnen met maximum 30 woorden, paragrafen met maximum 5 zinnen. Dit zijn een aantal zeer bruikbare cijfers om even jouw teksten te gaan bekijken vanuit deze parameters. En ook vanuit het scanbaar geven. Dus je website moet zeer goed scanbaar zijn. Bullets, opzommingen je belangrijkste call-to-actions laten opvallen, je getallen in cijfers schrijven enzovoort. Een heel simpele test waarmee je dit bijvoorbeeld kan doen, is eigenlijk even je ogen dichtknijpen en door je oogharen naar je website kijken en dan jezelf de vraag stellen, welke elementen vallen nu het meest op? Want dat zijn net de elementen die het meest door je bezoeker zullen uh, gescand worden of direct zullen opvallen. Kijken we even naar de homepage van LeadInfo, knijp gewoon even je ogen wat dicht en dan ga je onmiddellijk zien dat het woord bedrijf enorm hard eruit springt, maar ook de button gratis aanmelden. Dit is eigenlijk wel een heel duidelijke manier om aan je bezoeker te laten weten wat hij moet doen. Nu, taal uiteraard, we zijn niet allemaal uh, de grootste copywriters, maar dat hoeft ook geen zo'n groot probleem te zijn. Een tweede tip die ik graag meegeef, is eigenlijk in het AI-veld staan we al heel ver wat dat betreft copywriting. We hebben een tool als ChatGPT, die jullie waarschijnlijk allemaal bekend zal zijn. Maar we hebben ook al een aantal heel nieuwe spelers zoals Neuroflash, Writer, Jasper, die eigenlijk in het Nederlandse taalgebied al heel sterk staan in het schrijven van copywriting. Die voor alle duidelijkheid draait rond SEO-teksten, SEO-teksten, eh, blogs enzovoort. Natuurlijk ga je altijd nog een kleine inhoudelijk check moeten doen. Maar dit kan je eigenlijk zelf al heel hard op weg helpen om de taal op je website eigenlijk goed te gaan zetten. Een derde tip, en dit is een beetje een open deur, maar ik geef hem toch graag mee. Dan ga je straks zien waarom. Dat is dat je eigenlijk een heel duidelijke website structuur op je website moet hebben. Bijvoorbeeld, deel je producten en je diensten op in aparte pagina's. Maak dat alle pagina's dezelfde waarde delen. Dat kan door eigenlijk de boomstructuur, excuseer, de boomstructuur van je website op die manier uh, te creëren. Dat eigenlijk alle pagina's aan elkaar gelinkt zijn, linken delen en zo de waarde doorheven. Dat levert niet alleen betere resultaten op in Google, maar bezoekers vinden dan ook snel wat ze nodig hebben. Nu, ik zei, het is misschien een beetje een open deur, maar je zou er versteld van staan hoeveel bedrijven die fout eigenlijk maken. En dat speelt je eigenlijk parten als je een tool als lead Info wilt installeren of tenminste uh, tot het maximum wilt benutten. Want je wil ook duidelijkheid als je bezoekers wil herkennen in fase 2 met lead-info. Ik ga dat even aan de hand van een voorbeeld wat duidelijk maken. Dit is Couligan. Couligan is een bedrijf dat flessenwaterkoelers, leidingwaterkoelers verkoopt in een B2B-omgeving. Ook B2C, maar daar hebben we het even niet over. Wel in een B2B-omgeving. Als je daar in het menu klikt, uh, ik wil een Couligan uh, op het werk, dan kom je eigenlijk op dit menu terecht. En als je nog een stapje verder gaat, dan kom je eigenlijk naar het product zelf terecht. Waarom is dit nu zo belangrijk? Je ziet de boomstructuur linksboven staan, dat mensen snel naar de productpagina gaan van de selfies. Wel, als je eigenlijk gaat kijken in uh, de tool van Lead Info, dan kan je meteen zien op welke pagina, op welk product dat jouw uh, prospects eigenlijk terecht gekomen zijn. Ik ga hier even wat nader inzoomen. En dan kom ik hier uit bij de URL die ik daarnet toonde. Dit gaat over het product Selfus waar deze prospect eigenlijk naar op zoek is. Nu, um, dit zijn data die andere tools jou niet gaan geven, die niet gaan identificeren welk bedrijf eigenlijk net naar dat product op zoek is. En dat geeft jou over kopers, heeft jouw sales, heeft jouw marketing eigenlijk een gigantisch voordeel om deze prospect op een of andere manier uh, te gaan benaderen. Dat was het uh, eerste item, denk ik, van, uh, van het uh, dagmodel. Het tweede gaat over, ben ik aanwezig? En Johan, dat ga je even voor ons verduidelijken. Inderdaad, ik ben nog aanwezig, maar hopelijk uw website ook. Uh, uw site mag nog zo duidelijk zijn. Het is heel belangrijk dat die aanwezig is. En als we over aanwezigheid spreken, dan spreken we vooral aanwezig in Google, op sociale media. Maar laat ons een keer inbeelden dat we allemaal een parketbedrijf zijn. We leggen een parket. En uh, voordat we aanwezig zijn, uh, onze aanwezigheid in Google gaan verbeteren, moet iedereen starten met een zoekwoordenonderzoek. Welke zoekwoorden uh, wil ik bovenaan staan in Google? En dat moeten we gaan uh, doen. Dus uh, eigenlijk kun je dat doen aan de hand in 10 minuutjes met twee tools, dus zowel met Google als met ChatGPT. En we gaan daar een keer uh, doorgaan. Uh, dus we zijn een parketbedrijf. Als je nu gewoon parket intypt in Google en gedrukt Spatie, dan krijg je direct allemaal uh, zoeksuggesties. En dat zijn zoekwoorden die gebruikers regelmatig intypen. Dus uh, deze kan je echt gaan gebruiken voor je zoekwoordenanalyse. Neem de zoekwoorden die, die daarin belangrijk voor je zijn, die, die echt staan op je business. Uh, bijvoorbeeld parket leggen, parket schuren, die zaken, parket laten leggen, dan misschien minder belangrijk. Maar zo kan je verder gaan voor je zoekwoorden onderzoek te, uh, te gaan vervolledigen. Uh, als we dan even meer in detail gaan, kan je het alfabet aflopen. Parket A, welke zoekwoorden zitten daarop? Uh, als ik parket B klik, bijvoorbeeld zie ik parket behandelen, parket boenen. En zo kan ik het alfabet afgaan en heel veel zoekwoorden gaan noteren. Als we dan even iets dieper gaan, uh, kan ik parket en het woord en doen, en zie ik terug allemaal suggesties waar ik blogs kan overschrijven, waar ik mijn teksten in mijn pagina's kan gaan doen, dat ik mijn Google Ads kan uh, op gaan uh, baseren. Uh, even meer in de longtail, parket schuren, spatie, en terug krijg ik allemaal uh, zoekwoorden. Dus dat is een ideale manier om gratis, ook gratis, om een zoekwoordenanalyse snel te kunnen uitvoeren. Een tweede, sinds vorig jaar ChatGPT, kan ik wat handige prompts delen. Wij gaan altijd dan in, in drie stappen. In de eerste prompt gaan we algemene zoekwoorden gaan zoeken rond het thema parket. Dus ik vraag aan ChatGPT om er 30 te gaan zoeken. In een tweede stap gaan we longtail zoekwoorden, dus dat zijn zoekwoorden met, in, in twee woorden meestal of drie zelfs, hey, parket schuren. En in een derde stap gaan we vragen om ze te clusteren, om die zoekwoorden te gaan groeperen. Dit gaan we dan Even in ChatGPT doen. Dus uh, ik uh, smijt onze eerste prompt erin. En je ziet, ik krijg direct drie tabellen: het zoekwoord, het zoekvolume in België per maand. En dan ook waar dat, dat zoekwoord uh, categoriseren is het lokaal zoekwoord, is het commercieel, is het een transactioneel zoekwoord. Dat is een heel interessante tabel. Ik kan dan in stap 2 ietske dieper op één term gaan. Ik denk dat het hier nu parket uh, uh, leggen is en dan krijg ik terug, of parket schuren zie ik, dan krijg ik terug de zoekwoorden, het zoekvolume en terug de categorie. Om dan te gaan groeperen doe ik de derde. En dan ga ik clusters gaan maken. En dan gaat hij die zoekwoorden van hierboven echt mooi gaan clusteren. Van welke zijn de uh, lokale, wat zijn de transactionele, dus zoekwoorden die, die normaal gaan conversie uh, teweeg brengen, gaat hij gaan clusteren. Dus super handig voor je zoekwoordenonderzoek. Nu, zowel met Google als met ChatGPT kun je heel snel en gratis het uh, zoekwoordenonderzoek doen. Als we dat dan hebben, hebben we eigenlijk een basis om. SEO of SEO te, te gaan uitvoeren. Als je niet veel tijd hebt en je wilt snel resultaat halen, stel ik voor dat je op je page titles gaat werken. Je page title, dat is een samenvatting van je pagina. Die kun je ook zien in Google. Als je een webpagina uh, ziet in Google, dan is het eigenlijk je page title die verschijnt. En hoe kan ik mijn huidige page titles uh, weten? Dat is in Google als ik uh, in Google Site, Dubbelpunt en mijn websiteadres toon, dan zie ik al mijn pagina's en iedere keer de page title. Dus we hebben een zoekwoordenonderzoek gedaan. Met die zoekwoorden kunnen we nu in het CMS van uw website uw page titles uh, gaan, uh, gaan aanpassen. Uh, een derde tip is. Uh, het gaat over adverteren in Google. Wij krijgen heel veel de vraag ook naar klanten en wij raden het ook klanten aan om via Google te gaan adverteren. Uh, veel klanten vragen van, ja, wat moet ik eerst gaan doen? Moet ik search gaan doen? Doe ik remarketing? Uh, andere campagnes? En afhankelijk van hun business, zij B2B, B2C of zich een webshop, uh, hebben we een bepaalde structuur. Hey. Uh, je ziet, B2B houden we veel meer Google Search doen, dat is bestaande vraag, hey. vraag gaan capteren. En uh, webshop gaan we veel meer vraag gaan creëren, via een PMAX-campagne bijvoorbeeld. Dat is de laatste nieuwe campagne-methode uh, van Google. Daar gaan we heel veel verschillende advertenties gaan combineren, zowel op YouTube Display als Search. Dus uh, gewoon een overzichtje kan handig zijn, als je een uh, Google Ads-campagne doet, welke structuur moet ik uh, gaan nemen. Goed, we gaan de volgende slide als je wilt. Ja, oké. Okay. Retargeting. Dus via lead info kunt je ook remarketing gaan doen, specifiek op LinkedIn. En dit hou dit ik hier uitvoeren. Dus als je effectief in lead info gaat, heb je een tab exporteren. En daar kies ik op de, de linkerkant een periode. Bijvoorbeeld vorige week hebben we 60 bedrijven herkend op onze website en als we nu zeggen van we willen die 60 bedrijven, die mensen die daar werken ook advertenties tonen, kunnen we dat gaan exporteren. Links onderaan zie je exporteren voor LinkedIn. Dus als we daarop klikken, ja, de volgende slide, er, dan kan ik exporteren, die komt in uw mailadres toe en dan kun je effectief die CSV die je krijgt in uw campagnebeheer op LinkedIn gaan uh, in integreren. Als ik dan naar doelgroepen ga, kan ik een doelgroep maken. Dan ik geef dat de naam, soortlijst, lijst van bedrijven. En dan kan ik die lijst vanuit uh, Lead-info gaan uploaden in LinkedIn. Wat ik dan krijg, is een overzichtje van de bedrijven die je herkent. Dus van dit 60 zie je gematcht 54. Dus LinkedIn heeft 54 van die bedrijven gevonden in LinkedIn. En zie ik ook iedere keer per bedrijf uh, het aantal. Het target de leden, dus het aantal leden op LinkedIn die die advertenties zullen gaan zien. Dus super handig om de bedrijven die al op LeadInfo gezeten hebben, om die nog meer te gaan overtuigen via LinkedIn, via advertenties. Goed, de volgende de domein is aantrekkelijkheid. En dat ga ik aan deze aantrekkelijke gast ja. uh, doorgeven. Ik wist het dat het ging komen. Nee, de volgende vraag inderdaad die wij ons stellen in het DAMELAN is: Ben ik aantrekkelijk? Die gaat voor alle duidelijkheid niet over de persoon, maar wel over je website. Ik denk dat je over uh, kleuren en geuren, smaken, dat je daar niet te veel moet over discussiëren. En er zijn bepaalde dingen in webdesign, zaken die eigenlijk al decennia lang overeind blijven. Uh, gebruik veel witruimte, ga voor uh, leesbare lettertypes, responsive design is belangrijk, enzovoort, enzovoort. Ik wil gewoon even als eerste tip een drietal trends misschien er even uithalen. En een eerste is... Een scroller geïntegreerde animatie. Hier zie je op onze website de See How We Roll de plaatjes die eigenlijk gaan bewegen. van Zodra je met je cursor erover gaat. Hier ook, als je over de woorden gaat, hovert, dan komen er eigenlijk animaties tevoorschijn. Eigenlijk geven jouw bezoeker de macht om zelf zijn scrollpatroon te, be te bepalen en zelf de animaties te activeren die hij wil. In het huidige webdesign, wat gebeurt er meestal, is als je aan een bepaald punt in een website komt, begint er automatisch een video te spelen of wat dan ook. Hier niet. Eigenlijk gaan we hier de bezoeker het een beetje leuker maken, een beetje interessanter. Hij kan zelf met, uh, met zijn cursor eigenlijk bepalen hoe hij de navigatie doet. Een tweede trend, en dat is één die eigenlijk altijd in de ja, zeg maar, eindejaarslijstjes opduikt, maar die ik toch even wil aanhalen, gaat over voice control in je website. Nu, um, voice control is al algemeen ingebeurd. Denk maar aan je afstandsbediening van je, van je Smart TV, waarmee je bepaalde programma's activeert. Denk aan Google Speech, denk aan je auto, noem maar op. Maar uiteindelijk zal het ook in websites een belangrijke rol beginnen spelen. Amazon.com bijvoorbeeld, de webshop, die heeft al een voice Voice-controlled uh, systeem waarmee bezoekers eigenlijk kunnen hun bestelling plaatsen of zoeken. En zeker met de komst van AI, die er uh, in 2024 zeker nog een belangrijke sprong vooruit gaat nemen, gaat dat alleen maar belangrijker worden. Beeld je in, bijvoorbeeld voor een Amazon-speler of een Bo.com, dat je eigenlijk al direct de native taal van je bezoeker herkent en dat je hem eigenlijk ook naar de juiste zoekopdracht kunt sturen dankzij je uh, Voice-controlled uh, AI. Een andere uh, tip die ik even nog wil meegeven, of een trend, is eigenlijk dark mode initialiseren op je website. Je ziet op deze site de button rechtsboven. Als ik daarop klik, wordt dark mode eigenlijk geïnitialiseerd. En dark mode heeft tal van voordelen, niet alleen voor je ogen, voor de batterijen van je gsm, maar ook voor de esthetiek van het design. Meer en meer um, wijst onderzoek uit dat mensen eigenlijk hun gsm tussen bepaalde uren, hun smartphone, eigenlijk al op dark mode initialiseren. Waarom volgen we niet in webdesign? Het is een trend die je zeker zult zien, makkelijker te integreren ook in je code. Maar het is ook zeker een stuk esthetiek dat hier aan bod komt. Want uh, bepaalde sites gaan uiteraard er mooier, leuker uitzien in dark mode. Een tweede tip, die moet je zelf ook eens doen, ga naar de site PageSpeed. Page Insights en check even de laadsnelheid van jouw website. Waarom? Dit is een zeer belangrijke en eigenlijk onderschatte parameter voor zoekresultaten in Google. Google gaat namelijk echt gaan kijken van hoe snel laat jouw website. Onderzoek wijst uit of heeft uitgewezen dat per seconde vertraging dat er op je website zit, dat je eigenlijk 7% minder conversie haalt op je website, op je webshop dan in dit geval. En uiteraard staat dat garant voor slechte user experiences. Een bezoeker die lang moet wachten op een pagina die laat, die is weg, die komt niet meer terug, die klikt niet door, enzovoort, enzovoort. Dus we kunnen het belang van een goede hosting uiteraard eh, onderstrepen. En dan denk ik dat jullie bij Combell, waar de meesten van jullie denk ik wel een hostingpakket hebben, dat je zeker aan het goede adres zit. Een derde tip gaat niet over eet meer, meer fruit, maar bon, misschien moet iedereen wel wat meer fruit eten, maar het gaat specifiek over dit stukje fruit, de banaan, en dan hoe Seth Godin hem eigenlijk gebruikt heeft in zijn boek over webdesign, waar hij zich de vraag stelt, waar is de banaan? Eigenlijk een vraag die iedere websitebouwer of bedrijf zich moet stellen, waar is de banaan, niet alleen op mijn homepage, maar ook op mijn andere pagina's. Want wat doet die banaan namelijk? Die trekt de aandacht van je bezoeker, die maakt dat je bezoeker niet binnen een seconde of twee seconden wegklikt. Het is eigenlijk een in het oog springende call to action als je wilt. Bijvoorbeeld, als we kijken naar de website van Carglass hier. Dan springt onmiddellijk in het oog: maak nu een afspraak. Waarom springt hij in het oog? Hij staat redelijk gecentreerd in je design. Maar hij heeft ook een redelijk opvallende kleur. Hij contrasteert mooi met de andere kleuren. En wat heeft Carglass gedaan? Ze hebben ook nog een kleine nudging bijgezet. Als je dan toch de aandacht hebt van je bezoeker, wel, doe er dan nog een klein uh, tekstje bij dat zegt van je afspraak geregeld in vijf minuten. Um, een andere is bijvoorbeeld deze uh, van TUI. Rechts onderaan uh, zie je de banaan ik wil deze vakantie boeken. Direct zeer activerende kopie, zeer in het oog springend dat het duidelijk is dat je daar moet op klikken. Hier ook ik analyseer mijn behoeften. Ook een zeer mooie activerende call-to-action en dan één die we eigenlijk allemaal wel kennen. De banaan alle cookies aanvaarden, waar je instinctief uiteraard op wil klikken, maar eigenlijk heb je net gezegd van ik wil mijn voorkeuren opslaan en ik wil net het ommekeer doen van wat die banaan mij eigenlijk wil laten doen. Misschien uh, iets minder interessant voor je bezoeker, maar uiteraard wel wil jij je marketing cookies activeren. Hier is ook een uh, leuk voorbeeldje van een banaan die je met LeadInfo eigenlijk op je website kunt plaatsen. Ik heb het dan over het, de box links onderaan het scherm. Dit is een soort pop-up die uh, tevoorschijn komt als je LeadInfo software op je website plaatst. Dan kun je dit activeren. Hier zie je het nu uh, in gebruik op de website van LeadInfo zelf. Wij worden onmiddellijk verwelkomd. Hi Hannibal Advertising, works like a charm. Leuke kopie, Je kan het berichtje zelf uh, aanpassen zoals je wil. Maar ook wat dat je wil dat jouw bezoeker doet. Bel me op, mail me, laat een berichtje na. Een, eigenlijk een heel intuïtieve manier om bezoekers op je website te verwelkomen. Dus, uh, long story short, gebruik meer bananen. Want bananen zorgen ervoor dat je bezoekers op je website blijven hangen. Dat je ze eigenlijk door je website leidt dat je het pad dat ze afleggen vereenvoudigt en beïnvloedt, maar ook nog belangrijk, dat je ook je bezoekersstroom ermee kan analyseren. En laat dat nu, dat nu net zijn waar Lead Info opnieuw heel interessant wordt. Je kan namelijk schermopnames maken met Lead Info. Bijvoorbeeld, dit is een blog op onze eigen website. Iemand kwam via Google op deze blog terecht en we zien eigenlijk zijn klikpad dat aan het gebeuren is. We volgen hem, we zien ook dat hij lang, lange tijd bij de tekst stilstaat dat hij de link volgt die in de pagina zit. Uiteraard is het allemaal versneld weergeven, maar met die schermopname kunnen we net gaan zien, werkt onze structuur, werkt onze navigatie, werken onze bananen. En uiteraard hoor ik hier en daar iemand vragen, oké, okay, maar er zijn al tools die dat kunnen. Ja, dat klopt, maar er is geen enkele tool die onmiddellijk toont welk bedrijf dit pad aan het afleggen is. Dus je kan eigenlijk heel gericht gaan zien van welke bedrijven navigeren op deze pagina en doen dit soort prospects eigenlijk wel wat we willen dat ze doen. Namelijk iets downloaden, iets bekijken enzovoort. Dus dat brengt ons met die, deze tip voor dit info bij het vierde uh, item van het dagmodel en dat gaat over geloofwaardigheid. Goed, uw website is ondertussen duidelijk, hij is aanwezig, uh, hij is aantrekkelijk, maar zit zitten nog met de laatste puntje die heel belangrijk is. Je moet geloofwaardig zijn. Iedereen kent het gegeven van: je zit op een website en net voordat je het formulier zou invullen of een in aankoop zou doen, zeggen van: ik zal toch nog een keer op een andere website of op uh, in Google gaan kijken uh, naar reviews, naar testimonials. Dus die reviews zijn zeer belangrijk. Um, Christophe, ik weet niet hoe jij dat doet, maar ik heb altijd een probleem met die uh, wat misschien had over de rechting dan moeten doen. Ja. Ah, voilà, ik denk dat ik inderdaad. Ja. Betere mikken, Johan. Ja, dank ja. u, dank u, dank u, Christophe. <laughs> um, goed, dus uh, inderdaad, we hebben meer de reviews nodig. Wij krijgen veel de vraag van klanten: van, hoe kan ik die reviews, uh, eigenlijk krijgen, ik heb meer reviews, betere reviews nodig. Wel, uh, dit kan makkelijk met een uh, e-mail, dat is een, een template dat we hebben, dat is eigenlijk een tevredenheidsenquête. Die stuur je op naar uw klanten nadat je een opdracht gedaan hebt, met gewoon de simpele vraag: geef van, hey, van sterren. Je kan sterren geven van 0 tot 10. Uh, je ziet ook de 9 en de 10 staan in het groen, dat is een beetje psychologie. Maar wat gebeurt er nu als ik uh, 0 of, uh, van 0 tot 8, dan, ja, dan ga ik naar de website, daar staat er een formulier op. En kan ik uh, inderdaad iets, iets nalaten, dit komt toe in de mailbox van de klant. Maar wat gebeurt er nu als we dan effectief uh, de 8 of de 9 of de 10 klikken? Ik heb het toch nog altijd niet door, hoor hoor, Ja, dan wat gebeurt er dan als je van 9 naar 10 gaat, dan ga je effectief niet naar de website, maar ga je naar het uh, Google review formulier. Wordt, kun je daar je review geven, komt die automatisch bij je reviews. En ga je enkel maar goede reviews bij hebben. Dat is een super manier om veel en goede reviews te krijgen. Goed, Een tweede tip: dat zijn testimonials dat je op je site op je site, site plaats je zoveel mogelijk testimonials, referenties, reviews, cases, e-books. Je ziet dat veel en heel veel zit achter een formulier. Als je bijvoorbeeld de download inspiratie hits, kun je kiezen van ofwel een formulier waar ik mijn gegevens moet nalaten of ik laat rechtstreeks een download doen. Wij zijn al fan van het laatste, omdat je zoveel meer uh, gidsen had gedownload krijgen. Ik denk dat je het 87% uh, meer downloads gaat hebben. Het voordeel met lead info kunnen we toch achterhalen welk bedrijf welke download gedaan heeft. Dus we zijn voorstander om uw pdf's, uw hits en uw testimonials gewoon op uw website te gaan zetten. Goed, verder, voor een goede testimonial, wat, wat tips, deze vier zaken. Gebruik structuur, zorg dat je een vooraf, tijdens en achteraf hebt. Um, een testimonial is belangrijk. Die persoon zelf moet, 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 je, moet vertrouwen creëren. En hoe, hoe gebeurt dat? Dat is als je iemand kent. En dus zet zeker een foto van die persoon, een naam, geef um, de naam van het bedrijf, zet dat bij je testimonial en zo zal hij meer vertrouwen wekken. Wees daarna eerlijk en ook gebruik een vlugje, een vlugje humor. He, wat humor gebruiken werkt altijd. Daarom toon ik graag eens onze eigen testimonial. Hey everybody, uh, it's me, former President Barack Obama. And, uh, you know, look, when you want advertising or branding that gets the job done, when you want online marketing or web design to be special, when you want to send out a message that your clients will never forget, a message that will go down in history, uh, here's a word of advice. Call Hannibal. Let them do it. Join forces. Collaborate. En get the job done. Yes, we can. Thank you. Dat is altijd handig als je zo iemand in je adresboek hebt. Uh, maar goed, um, nog een um, extra tip om je website geloofwaardig te maken: dat zijn gewoon wat quick wins. Uh, zorg dat je op je website, op je contactpagina, dat die makkelijk te vinden is, dat er zeker een adres op staat: een telefoon, een e-mailadres, eventueel een foto van het gebouw. helpt zeker ook. Uh, Zorg dat er een foto van het kantoor of het team helpt. Altijd Vermijd ze foto's, maar zorg dat er een echte persoon uh, daarop staat. Um, vacatures: hey, vacatures vermelden op je website uh, helpt je geloofwaardigheid. En uh, ook: uh, heb je een keurmerk of een award, zet die ook op je website. Goed, dat zou moeten allemaal helpen om je geloofwaardigheid van je website te, te, te verbeteren, dan gaan we over naar een derde fase van we hebben nu zoveel mensen herkend in eh, Elite Info, die moeten nu naar de sales gebracht worden en dit kunnen we makkelijk met triggers instellen. Oké, okay. die triggers gaan we gaan uh, groeperen. We kunnen, uh, we kunnen bezoekers gaan groeperen volgens locatie, volgens aantal bezoeken, volgens pagina's. Er zijn eigenlijk heel veel mogelijkheden van hoe ga je bepaalde bezoekers gaan uh, aanleveren aan sales. Je kan vragen aan je sales om dagelijks lead-info te gaan, maar makkelijker is dat we die mensen een mail kunnen sturen, iedere keer dat er een interessant prospect uh, is. En kijk, dat ga ik hier vlug een keer tonen. Dat we een trigger maken, dus we uh, gaan naar de tab Triggers, nieuwe, nieuwe trigger en dan selecteren we hier. Um, we kunnen zeggen op um, locatie gaan we eerst doen. Dus ik zou heel graag alle leads uit West-Vlaanderen in mijn mailbox hebben, dus die gaan we naar een bepaalde cel sturen. Dus dan voeg je hier e-mail, ga ik mijn e-mailadres doen. Dan kan ik effectief ook kiezen: welke ik die dagelijks, wekelijks uh, krijgen? Dat vul ik daar onderaan hierin. Dus, hier kiezen we nu even om dit uh, eenmaal per zeven dagen te doen. Ik geef die trigger een naam en dan kan ik die opslaan. Dus nu ga ik uh, de mensen van West-Vlaanderen of de bezoekers van West-Vlaanderen naar onze sales van West-Vlaanderen doen. De volgende trigger ga ik nu effectief van, wil ik mensen die veel op onze website zitten en die een aantal pagina's bezocht hebben, wil ik ook naar de sales gaan sturen. Dus nu kies ik bijvoorbeeld het totale aantal pagina's die bezocht moet worden, moet meer dan vier zijn. En... Die ene persoon moet minimum twee maal op de website gezien hebben. Dus als die twee voorwaarden voldaan zijn, moet onze sales een mailtje krijgen. Dus ik ga hier terug een e-mailadres invullen. Nu zal ik niet kiezen om dit te groeperen per zeven dagen, maar puur zijn die parameters voldaan? Toon het. Ik kan ook nog een label toevoegen. Als, dat is, als die persoon die, um, die twee zaken gedaan heeft, moet die als. Uh, als label ook in de inbox zitten. Dus ik noem dit activiteit, ik ga dit opslaan en ik maak nu nog een laatste trigger aan en ik kies terug hier bij de regels. Ga ik nu op page URL, effectief zou ook iedereen die op onze brandingpagina's zet, zit, welke mailtje sturen. Dus ga ik dit ook toevoegen, Dan krijg ik terug een mail van allemaal geïnteresseerde Bezoekers op branding en kan ik dat effectief naar onze branding sales door gaan sturen? Zoals je ziet, kan je heel veel met die triggers instellen. Um, ideaal om onze sales te gaan ondersteunen en uh, de combinatie marketing sales uh, kan zo werken. Wat moeten die sales dan gaan doen? Dat ze die mensen gaan contacteren. Dit valt een beetje buiten onze workshop vandaag. Maar die kunnen dan contact opnemen via LinkedIn, via mail, contact via telefoon. Een direct mailing kan ook interessant zijn. Dat je ze opstuurt en dan nabelt. Dus dat zijn allemaal zaken die marketing en sales dan kan doen nadat bezoekers herkend zijn. Goed, dit was het. Ik, uh, ja Christophe, ik hoop dat we wat tips uh, gegeven hebben en dat, uh, uh. dat uh, iedereen uh, aan de slag ermee kan. Hè? Ja, uh, ik hoop dat we in deze missie geslaagd zijn. Dus nogmaals dank aan Lead Info ook om ons daarvoor uit te nodigen. Wij zijn al denk ik jaren partners bij lead Info en moeten zeggen het is effectief een effectiever instrument dat ze nut beweest als je echt aan online lead generation wil gaan doen. Dus ik zou zeggen aarzel niet, neem eventueel contact op met een van ons of met lead Info en ga ermee aan de slag. Wij zelf, waren, Johan en Christophe, je vindt ons op LinkedIn. Uh, stuur gerust een Kijk. verzoek en, uh, of een DM.